Ik denk eigenlijk dat dat nog te laag ingeschat is. Dat vind ik wel veel. Wel meer dan ik had verwacht. Iemands billen aantasten tot echt ja, harde verkrachting. Dus ja, de verhalen zijn heel uiteenlopend, maar overal aanwezig. De meeste studenten die aangeven dat ze verkracht zijn, zeggen dat ze de dader kennen. Bijvoorbeeld van een feestje of een date. Dat vind ik best wel heftig, dat het dus ook op dit soort situaties gebeurt. En niet alleen een man die uit een bosje komt, maar juist op plekken waar je denkt dat je best wel veilig bent. Ruim een kwart geeft aan slachtoffer te zijn geworden na alcohol of drugsgebruik. Misschien net iets te veel gedronken en dat je dan toch dingen doet die niet gewaardeerd worden. Maar soms kom je er ook pas later achter dat iets eigenlijk heel erg tegen je zin was, maar dat je op dat moment nog niet het zelfbewustzijn had om dat te erkennen op zo'n moment. En dan kan het echt jaren later pas opspelen, dat heb ik ook omheen gezien. Universiteiten hebben vertrouwenspersonen in dienst bij wie melding kan worden gedaan van seksueel geweld. Maar slechts een enkele studenten doet dat ook. Dat je er een beetje voor schaamt, is dat je het ook niet graag met mensen wil delen. En ik denk dat dat ook best wel een groot probleem is. Misschien politie, maar ja, ik weet niet of je daar zo snel naartoe zou durven. Van de ondervraagde mannen geeft 1% aan tijdens de studententijd verkracht te zijn.